Nou had die Baudet, die had eindelijk de moed opgevat om naar het hol van de leeuw te gaan. Ja, naar Nieuwsuur. Ja, nou, dus iedereen ging zo zitten voor de tv. Ja, die denkt, nou, daar gaan we dan, hè. Eindelijk Baudet bij Nieuwsuur. Nou, en wat hebben we daar gezien, beste vrienden? Het allerslechtste. Maar heel venijnig slecht. Het allerslechtste interview van de afgelopen jaren op tv. Ja, dat hebben ze voor elkaar gekregen bij het Nieuwsuur. Want als je nou toch Baudet daar hebt zitten, waar kun je het allemaal niet over hebben met die man? Ja, over reptielen, ja. Over geheimzinnige elite die de wereld regeren. Ja, weet je die, dat weet ik. Over dat de maanlanding, dat was allemaal nep, was allemaal fake. En dat gelden allemaal geheimzinnige dingen rond 9-11. En dat was ook allemaal eigenlijk niet waar. Nee. En Poetin, een enorme held. Nou, en het gaat zo maar door. Daar kun je het allemaal over hebben met hem. En waar kom je dan mee? Nee, dan kom je met een of ander verhaaltje over een maaltijdbox. Nou, ja, daar hebben ze zich dan helemaal in vastgebeten daar bij het Nieuwsuur. Ja, we gaan hem pakken op een maaltijdbox. En daar hebben ze dan op ingeschreven, op zo'n maaltijdbox. En zie je het dan voor je? Want dat stond er op die maaltijdbox, dat was er allemaal uit Nederland. En het was om de boeren te helpen. En wat blijkt dan in die box? Dat is dan niet zo. Nou, hoe is het mogelijk, zeg. Nou, de noedels die komen niet. Die komen uit Japan of China, weet ik veel. Aardappel uit Frankrijk. En het vlees is ook een beetje zo. Nou. En daar komen ze dan achter. En zie je dat dan voor je op zo'n redactie bij zo'n Nieuwsuur? Hè? Dat ze dan helemaal uit hun plaat gaan. Dat ze ontdekken dat het niet allemaal Nederlands is. En dan met elkaar, high five en nog een high five. Ja, we hebben hem te pakken, die Baudet. Nou, en daar besteed je dan een heel stuk van het interview aan. Nieuwsuur, vrienden. Ja, het geweten van Nederland, zogenaamd. Nou, hé, laat me niet lachen.